Bakkerij Bril is een ambachtelijke bakkerij. Nu met 6 generaties bakkersbril. Ik ben de 5e en hier staat de 6e generatie alweer klaar. Ja, en we doen alles nog op de ouderwetse en ambachtelijke manier. Ja, onze bekendheid, ja, die strekt door het heel Nederland. Tot in België, Duitsland aan toe. De specialiteiten van Bakkerbril zijn krentenbrood, wat we nu maken momenteel. En vooral krentenbrood met spijs, wat bijzonder lekker is natuurlijk. En dan hebben we onze gevulde speculaasjes, appeltaart, kruidkoek en de gulden koeken niet te vergeten. Ja, daar komen de mensen door het hele land voor. We werken veel met kruiden. We doen er veel kruiden doorheen. En dat geeft een hele excellente smaak aan het krentenbrood. En we doen het met veel liefde natuurlijk, hè. Dat is ook heel belangrijk, dat met veel liefde doet, hè. Dan zit de liefde erin en dan smaakt het ook beter. Dan gaat heel hoog rijzen tot het zo hoog is. En dan denkt de bakker, het is hoog genoeg gerezen. En dan gaat het in de oven. En dan wordt hij nog iets hoger en dan worden ze bruin. En dan hebben we krentenbrood. En dan komen we het eruit, leggen we het in de schap neer, kan het afkoelen. En daarna gaan we snijden en dan eten we het op met een lekker plak roomboter. Het is een zaak die ook heel veel contact met de mensen heeft. Want mensen komen overal en die maken een praatje met ons. En het sociaal contact vinden we heel belangrijk. En we zijn herkenbaar. We hebben altijd dezelfde ploeg, ook hetzelfde personeel achter de balie. En we zijn open voor iedereen. En dat maakt ons ook sterk. Vroeger kwam de klant ook allemaal altijd van heinde en ver bij mijn vader. En die zeiden altijd, Bril, we komen van heinde en ver. We willen eens een keer een bakkie doen. Wel, uur gereden, anderhalf uur. Mensen uit Amsterdam, uit Groningen, uit Limburg. Dat maakt allemaal niks uit. Maar die hadden ook na zo'n lange rit wel een keer zin in een bakje koffie. En mijn vader heeft het niet helaas kunnen verwezenlijken. Maar ik wel. Dus heb ik er een koffie- en theeschenkerij bij begonnen. Mijn vader was een uniek persoon. Hij was een gouden kerel. Helemaal hard voor de zaak. Heeft de zaak ook groot gemaakt. En mijn vader is helaas heel vroeg overleden. Hij was 60 jaar is hij geworden. Maar hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij werd gewaardeerd. En toen zeiden heel veel mensen, Bakker Bril was een heel uniek figuur. Hij heeft een mooi plein, maar er moet eigenlijk een naam bij komen. En toen hebben ze bedacht Bakker Bril plaats. Maar hij was eigenlijk bekend om Bakker Bril. Want iedereen zegt geen Wim Bril, of zoals mijn Paul Bril, of Mathieu of Leon. Maar die zeiden gewoon Bakker Bril. En toen hebben we de Bakker Bril plaats gekregen. Nou, wie heeft dat? Daar zijn we ook heel trots op.